Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister-president, u ging vorige week niet alleen naar Davos. U was ook nog in Oekraïne. Dit naar aanleiding van iets wat ons allemaal bezighoudt, natuurlijk de oorlog in Oekraïne. En de hulp die men daar nodig heeft en de hulp die we daar kunnen bieden. En die oorlog in Oekraïne die is nu al bijna een jaar bezig. En sinds Rusland er binnenviel, zijn er al erg veel mensen gedood. Er is ook al heel wat infrastructuur vernietigd. En de grote debatten vandaag gaan dan over wapens, over tanks, munities en dergelijke meer. Maar belangrijk, misschien zelfs belangrijker, is er natuurlijk voor zorgen dat de Oekraïners zelf in hun eigen land kunnen overleven, zeker nu in volle winter. En dus, enkele dagen geleden bracht u een bezoek aan Oekraïne samen met de Rode Kruis Vlaanderen. En u bezocht er Odessa, ook Lutsk en Rivne. En de Vlaamse regering heeft 2 miljoen euro uitgetrokken, zo heb ik begrepen, om een 60-tal stroomgeneratoren te leveren. Er zijn er, als ik me niet vergis, al 16 geleverd. De rest volgt de komende maanden. En dat is een belangrijk gegeven, een belangrijk initiatief, vinden wij ook. Zeker gezien de systematische vernieling van essentiële voorzieningen door de Russen in deze oorlog. En u bracht ook al een bezoek aan een watervoorzieningsmaatschappij, ook een kliniek in Lutsk, een stedelijk ziekenhuis dan. En tijdens uw bezoek gaf u ook aan dat u niet uitsloot dat Vlaanderen extra inspanningen nog zal leveren. En vandaar mijn vraag, hoe evalueert u uw eigen bezoek aan Oekraïne en welke gesprekken heeft u daar gevoerd? Dank u wel, meneer minister-president, voor uw antwoord. Misschien op collega Van Louwen toch een beetje repliceren dat natuurlijk niet enkel collega Van Louwen naar de grens gegaan is met Oekraïne, maar dat velen onder ons dat ook wel gedaan hebben. Het is mooi om te zien dat inderdaad heel veel Vlamingen initiatieven nemen ten aanzien van de bevolking van Oekraïne. Vanuit Oekraïne is de vraag heel groot naar stroomgeneratoren. We zien dat ook, want niet enkel de Vlaamse regering, maar ook verschillende steden in Vlaanderen, ook Gent, levert stroomgeneratoren. En u verwees terecht naar het feit dat er bijvoorbeeld dat je niet wilt dat er stroompannen is tijdens een operatie. U zei ook dat vooral het Westen eigenlijk het doelwit is om de levering van die stroomgeneratoren. Ik vroeg me af of die dan niet kunnen eventueel verschoven worden naar het oosten, of daar eventueel plannen zijn om dat te doen. En u sprak over extra inspanningen, maar heeft u met de lokale overheden, heeft u met de regering in Oekraïne gepraat om te zien welke extra inspanningen u kan doen? Ja, dank u wel, meneer de minister-president. Het is natuurlijk een goede zaak dat de Vlaamse regering voor humanitaire hulp zorgt in dit dramatische conflict. Alle steun is natuurlijk welkom. En Vlaams Belang hoopt dan ook dat men verder gaat in het ondersteunen van Oekraïne. Er zijn al vele initiatieven tot wapenleveringen. We hebben de debatten hier al gezien in dit land over de Leopard-tanks die geleverd worden. Humanitaire hulp is zeker ook noodzakelijk. En collega's, het mag wat meer zijn dan 2 miljoen euro. Zeker als je ziet hoeveel honderden miljoenen euro's er jaarlijks naar ontwikkelingssamenwerking gaan. Dan mag het wat ons betreft ook wat meer zijn voor Oekraïne.